De pot kan er nu af en deze hebben we niet meer nodig. Hoi, ik ben Michiel. Vandaag ga ik je laten zien hoe makkelijk het is om een ouderwets pomptoilet om te bouwen in een elektrisch toilet. Wat gebruiken we daarvoor? De Talamex conversiekit. We gaan beginnen met stap 1. Als het goed is, heb je gekeken of je voldoende ruimte hebt om het toilet voor de installatie en heb je de elektra-aansluiting klaargemaakt. Het voordeel van de conversiekit is dat de motor in 4 posities onder de pot geplaatst kan worden. En tevens zit er in de conversiekit 2 slangtules. Eén van 25 mm, maar ook eentje van 38 mm. Hierdoor kun je eventueel je oude afvoerslang weer hergebruiken. Voor we verder gaan met de werkelijke demontage van het toilet, zorg je er als eerste voor dat de kogelafsluiters van het toilet dicht staan. Vervolgens pakken we even een dweil en een emmer. En dan kunnen we het laatste water wat nog in het toilet zit, via de aftapplug laten weglopen en met de dweil opdweilen. Stap 3, we gaan het toilet demonteren. We koppelen de aanvoerslang los, we koppelen de afvoerslang los en we demonteren het complete toilet van de bootvloer. De pot kan er nu af. Deze ga ik namelijk monteren op de conversiekit. En deze hebben we niet meer nodig. Ik heb hier de nieuwe basis met de motor. Ik kies ervoor om hem met de motor naar achteren te plaatsen. Om het makkelijk te kunnen monteren, zet ik de pot nu even op zijn kop. Alles zit nu vast, de pot kan nu op zijn plek. Stap 5. Ik begin nu met de installatie van het nieuwe toilet. Als eerste monteer ik het toilet vast op de vloer. Het toilet staat nu vast. Ik kan nu de slangen gaan aansluiten. Ik heb ervoor gekozen om de 38 mm tule te gaan monteren, aangezien ik de oude afvoerslang weer ga hergebruiken. Deze is 360 graden draaibaar. Dat maakt mijn installatie nog simpeler. De aan- en afvoer zitten vast. Ik kan nu verder met de elektra. Het paneeltje heb ik al gemonteerd. Nu enkel nog de motor aansluiten op het paneel en het boordnet. Alles zit vast, alles is aangesloten. Kogelkranen open. Tijd om te testen. Werkt alles goed? Kan de kap erop. Werkt prima. Zoals je hebt gezien, de installatie van de conversiekit is niet ingewikkeld. Alles wat je nodig hebt, behalve het gereedschap, zit in deze box. Vond je deze video nou interessant? Geef ons dan even een duimpje en tot de volgende video.